dat is minder positief, is dat de wereld echt kapot is. Want het valt dus niet meer te ontkennen, zelfs voor de mensen die fanatiek vrij lang riepen dat het allemaal onzin was. Van het klimaat verandert altijd naar het zal wel loslopen. De Volkskrant schrijft vandaag over klimaatskepsis. Want volgens verschillende onderzoeken zou die skepsis zijn verschoven van skepsis over het überhaupt bestaan van klimaatverandering naar skepsis over de oplossingen van klimaatverandering. Bart, ja, dat is op zich wel goed nieuws op deze dinsdagochtend. Ja, het is een beetje alsof je van een kilometer achter de feiten aanlopen naar 800 meter achter de feiten aanlopen beweegt. Nee, het is op zich positief. Het is positief dat de meeste Nederlanders inmiddels ervan overtuigd zijn dat er door de mens veroorzaakte klimaatverandering plaatsvindt en dat daar grote consequenties aan kleven. Nu gaat het dus over hoe we daarmee omgaan. Gaan we het voorkomen, mitigatie, of gaan we ons erop aanpassen, adaptatie? Is het al te laat om het nog te voorkomen? Dus het wordt meer een gesprek over beleid. Je ziet ook het succes van het boekje De Stikstoffuik, waarin iemand een soort van moreel betoog heeft over dat het beleid niet klopt. En daar een beetje cherrypicked uit de wetenschap om het standpunt naar voren te brengen dat het geen goed beleid is. Op zich is het positief dat het over het beleid gaat, want dan heb je een soort van honk bereikt van dat we in ieder geval met elkaar één zijn dat er door de mens veroorzaakte klimaatverandering is en dat dat een probleem is. Maar het is ook heel erg stribbelen in de achterhoede. Als ik er naar kijk, als ik kijk naar wat er in IPCC-rapporten staat over de consequenties van het niet ingrijpen. Of het trage tempo waarop dat gebeurt. Dan denk ik van oei, oei, oei. Dit gaat wel heel traag op deze manier. Als we nu nog allemaal gaan spartelen en worstelen over. Ja, want er wordt geworsteld en gesparteld nog, Kiva. Zie jij dat voor jouw gevoel ook terug? Minder mensen op televisie of in het publieke debat die openlijk twijfelen aan überhaupt dat bestaan? Die hebben we een tijdje wel gehoord en gezien. Maar die is de vraag is of die mensen zijn verdwenen of dat we ze gewoon geen podium meer bieden. Ja. Het maakt in elk geval duidelijk dat het, en dat is minder positief, is dat de wereld echt kapot is. Want het valt dus niet meer te ontkennen, zelfs voor de mensen die fanatiek vrij lang riepen dat het allemaal onzin was. Zelfs in hun ogen kunnen ze er niet meer omheen. Dat betekent dus dat het voor ons niet meer iets is wat in een verwoestijnend landschap in Afrika of een El Niño ver weg plaatsvindt. Iedereen merkt het nu zelf. Dus Maar het idee achter veel van de skepsis, de nieuwe skepsis, de 2.0 skepsis. De oplossingen skepsis. De oplossingen skepsis heeft nog eigenlijk dezelfde grond. Namelijk dat er gewoon best wel grote belangen zijn bij flink, stevige partijen. Het kan wel even wachten nog. Om niet al te veel ingrijpende veranderingen. En de meeste mensen willen dat. Kijk, de meeste mensen willen gerustgesteld worden. Je wil ook gewoon horen dat iemand zegt, het valt wel mee, dit lossen wij op. De technologie kan dit aan. Dat helpt niet, maar het helpt ook niet dat als je een boorplatform bouwt, dat het eigenlijk pas na 40 jaar zijn geld terugverdient, bij wijze van spreken. Nee. De Volkskrant verwoordt het op zich vrij treffend, denk ik. Zij zeggen namelijk, zo begint de klimaatskepsis dus uit te doven. Klimaatverandering is in de ogen van critici niet langer een verzinsel van een linksdraaiend complot van wetenschappers, maar wel een onderwerp dat te veel aandacht opeist en best nog even kan wachten. Dus daar zit het een beetje, toch? Ja. Heb jij dat idee ook, Hanna Bijlsma? Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed bij de cijfers blijft en dat je weet wat de wetenschap zegt eigenlijk van de klimaat verandert. We zien dat terug in cijfers. En als je daar dichtbij blijft, dan kun je dat goed onderbouwd vertellen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Kiva, heb je het idee dat doordat die sceptici niet meer ontkennen, maar dan twijfelen aan de oplossing en het tempo waarin dat moet gebeuren, dat ze daardoor dichter komen bij de mensen die vinden dat we zo snel mogelijk keihard aan de slag ermee moeten? Dus dat je daarmee een iets reëlere discussie krijgt? Of niet? Dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat omdat die laatste groep die je zegt, de mensen die vinden dat er wat moet gebeuren, die vinden, volgens mij niet geheel onterecht, dat we echt drastische maatregelen moeten nemen, willen we nog het tij kunnen keren. En dat is nou juist wat de sceptici, waarover en hoe ze dan ook sceptisch zijn, willen voorkomen. Die willen gewoon niet dat het hun leven aantast, of dat het de wereld zoals die eruit ziet aantast. Ja. En die grote partijen wiens belangen op het spel staan, die willen dat al helemaal niet. Nee. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.